Begin december 1928, dus 80 jaar geleden, vond hier in de stad Schouwburg de eerste opvoering plaats van de net opgerichte Groninger Opera en Operettevereniging GOOV. Met een hoofdrol voor deze man, Koos Kerstholt. Omdat hij een begrip was in de stad, vandaag speciaal aandacht voor hem. Koos Kerstholt was in de eerste plaats bekend van zijn hotel-restaurant aan de Vismarkt. Hij werd als Nicolaas Johannes Georgius Kerstholt in 1901 in Foxham in de gemeente Slochteren geboren. Het kinderrijke katholieke gezin vestigde zich in juni 1914 in de stad. Dit was de melksalon die de vader van Koos Kerstholt, Harmannus Johannes Kerstholt, in 1914 hier op deze plek begon. Hij was aanvankelijk net als zijn zeven broers timmerman. Maar in 1909 was hij in Hoge Zand iets anders gaan doen. Was hij een bierhuis begonnen. Nou, en vijf jaar later dus verhuisd hier naartoe. Nou, eigenlijk was hij het liefste ergens anders. Liet hij de zaak over aan zijn vrouw. Hij zat het liefste op Schiermonnikoog. Vader Kerstholt bouwde op Schiermonnikoog een flink bezit aan landhuisjes en grond op. En zat daar dan ook meestal. Maar uiteindelijk heeft hem dat ook de kop gekost. Want hij werd overvallen en vermoord in 1935. Nou, zijn zoon Koos had toen de tent al overgenomen. Hij was in 1929 getrouwd met Mies Westen. Net als zijn vader was Koos het liefst ergens anders. En dat was hier, in de stad Schouwburg. Eind 1923 maakte hij op dit toneel zijn debuut als toneelspeler in het Groningstalige stuk Als het gewaiten spreekt. En vijf jaar later stond hij hier opnieuw. Dit keer als speler en regisseur van de net opgerichte Groninger Opera en Operettevereniging. Met een operette in drie bedrijven. De Geisha van Sidney Jones. Geisha was in 1928 het eerste stuk van de Groninger Opera en Operettevereniging. Meneer Bats, en u was in 1950 bij de volgende uitvoering van de Geisha erbij, ja, hè? Dat klopt, ja. Ja, als lid van het koor. Juist. En weer de leiding van Koos Kerstholt, regisseur. Ja, en ja. Hij speelde ook. Ja, hij speelde altijd. Ik bedoel, hij speelde eigenlijk altijd toneel. Of hij nou thuis was, misschien op het toilet zelfs. Maar hij was zeer en zeer actief op het toneel. En ook buiten het toneel. Hoe lang heeft u binnen de opera- en operettevereniging met hem gewerkt? Nou, een aantal jaren. En dan zat u in het koor altijd of kreeg u ook rollen? Nee, ik kreeg dus ook rollen. Ik weet niet meer precies wat, maar ik kreeg natuurlijk... Kijk, hoe langer je bij hem was en hij kreeg indruk wat je wel of niet kon of waar je geschikt voor was, dan kreeg je een rol. En hij was heel erg eerlijk ook, hè. Hij gooide je er trouwens nooit uit, hoor. Dan kreeg je gewoon een andere plaats, hè. Want hij wou je niet missen, hoor. Hij was zeer veel mensen nodig. Hoe ging dat? Want het was natuurlijk een amateurgezelschap. Hoe ging dat met financiering van het geheel? Nou, ik denk dat hij, dat vermoed ik, ik heb me er wel eens afgevraagd, maar dat hij zeer veel uit zijn eigen beurs financierde.
Maar kijk, ik bedoel, dat beetje geld wat je moest betalen om mee te mogen doen, dat was natuurlijk maar een bagatel. Maar natuurlijk ook de grote feesten die we na die tijd hadden in Huizen Maas. En die logen er niet om, hoor. En dan was hij dus ook heel sterk in het mooie voordracht van leuke dingen of zoiets. En hij betaalde volgens mij de hele keet. Want er waren geen kapitalisten onder. Nee, maar die feesten waren dan bij Huizen Maas, niet bij hemzelf? Nee, dat was gewoon te klein. Maar daar kwam de hele groep en alle aanhang, die kwamen naar feest vieren bij Huizen Maas. En ik moet zeggen, dat waren geweldige feesten, hoor. Op de Groninger Archieven wordt het uitgebreide archief van Koos Kerstholt bewaard. En daaruit blijkt onder andere dat het in het begin met de Groninger Opera en Operettevereniging niet helemaal goed ging. Hier is een brief van Koos uit 1929, waarin hij eigenlijk duidelijk maakt dat vanwege een conflict dat hij ermee stopt. Nou, dat was niet zo. Hij ging door met het toneel en ook met die opera en operettevereniging. In 1948 het 25-jarig toneeljubileum gevierd in de Schouwburg. En in het comité zitten niet de minsten, de burgemeester, de wethouder, maar ook mensen als Albert van Dalsem uit Amsterdam. En natuurlijk zijn goede vriend Jan Fabricius. Jan Fabricius maakte ook het stuk waarbij hij zijn 40-jarig toneeljubileum vierde. Hein Roucoux, met natuurlijk Koos in de hoofd- en titelrol. Na de oorlog speelde hij veel in hoorspelen voor de regionale radio. Maar ik zie hier ook dat hij naar het buitenland ging met de microfoon van de BBC, Koos met Jan Fabricius en Anne de Vries. En ja, hier met Koos met de legendarische Willem Duis. In 1947 speelde hij zelfs in een film. De Groningse film Verzet. Bijna 20 jaar Mexicaans restaurant. Daarmee is het uiteraard helemaal veranderd met de inrichting. En er wordt nog steeds gewerkt aan meer ruimte voor dat restaurant. Maar dit was in de tijd van Koos Kerstholt de Engelenbak, zo werd het genoemd. Want het was hier een komen en gaan van artiesten. En die konden dan na de voorstelling, ging Koos Kerstholt hier gezellig met ze nog wat nababbelen. Nou, deze trap is van later datum. Ja, hierboven ook ruimtes voor heette het de toonzaal naar Toon Hermans. Ook iemand die hier over de vloer kwam. En dit was dan de wapenzaal. Nou, dat is een oude naam. Want ik heb hier een fotootje uit de oude wapenzaal van mijn eigen uit mijn eigen archief, daar zit ik als jongetje met mijn opa en oma, onder andere, die hier hun 45-jarig huwelijksfeest vierden. Want de wapenzaal werd gebruikt voor diners, voor bruiloften enzovoorts. Maar dit was de wapenzaal, de oude wapenzaal, en die zat aan de voorkant. Die wapenzaal, genoemd naar de wapens van de Groninger gemeente die er aan de muur zaten, die werd ook wel gebruikt als slaapzaal. Dat zat zo. Vanwege al die artiesten die hier kwamen, had Koos in de jaren 30 besloten naast zijn restaurant ook in het gebouw een hotel te hebben. Er waren zo'n 20 kamers waarvan die
wapenzalen dus één was. Dat was zo tot 28 januari 1966. Toen, ongeveer om 3 uur in de nacht, brak er brand uit in het pand, in de keuken. In het hotel waren onder andere te gast leden van de toneelgroep Studio, met de toen nog niet bekende Aard Staartjes. Deze mensen wisten ternauwernood aan de dood te ontsnappen door via de dakgoot het pand te verlaten. Maar bij de brand kwam wel iemand uit Utrecht om het leven. Het pand was verloren. Zo'n anderhalf jaar vond Koos Kerstholt onderdak in het Doelen Hotel aan de Grote Markt. Hier werd het herbouwd, maar nu zonder hotel. Wanneer kwam jij hier voor het eerst? Dat was in 1967, toen ze bezig waren om na de brand dit gebouw opnieuw weer te herbouwen. Ik was dus als leerling kelder aangenomen, maar mijn baas, mijn patroon, Koos Kerstel, die zag dus wel dat ik eigenlijk daar niet geschikt voor was. En toen zei hij op een bepaald moment, jongen, kom maar bij mij op kantoor, want volgens mij lig je dat beter als in zo'n zwarte pak rond te lopen met zo'n vlinderstrik. Hier, dit hoekje? Ja. Daar zat jij dan? Ja, dit is dus, was het kantoor. Het was betrekkelijk klein. Er stonden twee stoelen, of twee bureaustoelen met twee bureaus tegen elkaar aangeschoven. Nou, daar heb je dan de kluis. En die kluis die zit er nog in? Die kluis die zit er nog in, inderdaad. Alleen ik denk dat er verder niks meer in zit. Maar hij had natuurlijk een formidabele plek hier, want... toen dit nog afgescheiden was. Ja, hier zaten ramen. Ja, hier zaten raampjes, kleine raampjes, vooral kleine raampjes die dus opengeschoven konden worden. En als hij daar dan zat, dan was altijd een klein raampje opengeschoven en dan kon hij altijd precies zien wie er binnenkwam, zeg maar. En dan kon hij gelijk zijn strategie gaan bepalen van, hey, als die bij mij op kantoor komt, dan weet ik alvast wat ik moet gaan doen of gaan zeggen. Dit was in die tijd ook al zo diep? Ja, want? Ja, de diepte is exact hetzelfde gebleven. Ook de breedte, dus daar speelde niks mee. En daar was dan het aquarium? Ja, hierachter was het aquarium. En waar dus forellen in zwommen. Ja, en dat was op zich natuurlijk heel leuk. Want, en dan konden de klanten naar forel uitzoeken? Ja, dat klopt. En dan als de klanten dus aan het tafeltje zaten en die wou gekookte forel of gebakken forel hebben, dan mochten ze dus naar het aquarium lopen en dan mochten ze aanwijzen. En dan stond ik dus met een schepnet, stond ik dan die forel. Ja, dan stond ik met een schepnet, stond ik dus die forel te vangen. En dan had ik hem en dan nam de ober, de chef de rang, die nam ze weer mee terug naar het tafeltje. En dan zei ik tegen de chef Kokboven, één gekookte forel of één gebakken forel. Nou, dat was dan bekend, zeg maar. De mensen zaten weer aan het tafeltje. En dan liet ik weer uit mijn netje vallen en dan zwomt hij daar weer. Dus, oh, dus ze kregen die forel helemaal niet? Die kregen ze helemaal niet. Die forel die lag al in de koelkast. Ja, dat was, ja, inderdaad. Zo. En jij bent hier gebleven tot 75? Ja. Want in 75 toen overleed Koos Kerstel. Ja, begin 75 is Koos Kerstel overleden. Hoe ging het toen verder met de zaak? Zijn zoon Nico die nam het toen over. Die was al eerder overgekomen. Beroepsmatig had hij niks met horeca te maken, maar die was al in 74 deze kant opgekomen vanuit Aruba en die nam toen de zaak over. Want Koos was ziek de laatste periode van zijn leven. Ja. Tot begin jaren 80 stond er nog Koos Kerstholt op de gevel. Daarna zijn er verschillende andere restaurants geweest, een Braziliaan, een Joegoslaaf. En vanaf begin jaren 90 dus, Cantina Mexicana. Jarenlang was de stad Schouwburg een tweede thuis voor Koos Kerstholt. Hij was heel lang verbonden aan de Groninger Opera en Operettenvereniging. En dat gold overigens ook
voor zijn jongere broer Bernard en diens vrouw en voor zijn eigen dochter Mariette. Het was eigenlijk dus een soort kerstholtvereniging. Dat de nu 80-jarige GOOV dat maar even weet.